13 september, de dag na de verkiezingen. De uitslag is in één opzicht heel duidelijk. Premier Rutte mag blijven. Hij heeft met 41 zetels een record geboekt voor de VVD en is ook de grootste partij geworden. Dus hij krijgt zometeen de lead in de formatie en is waarschijnlijk ook de premier van het volgende kabinet. Vandaag is natuurlijk de dag van de formatie. Vandaag moeten de fracties allemaal bij elkaar komen, de uitslag analyseren en een keuze maken van hoe we nu gaan formeren. De keuze is eigenlijk vrij duidelijk. Over links gaat het niet lukken, over rechts gaat het niet lukken. De PvdA en het VVD zijn de grote winnaars en ook zo groot geworden dat ze tot elkaar zijn veroordeeld. Wat ook niet vergeten moet worden is dat 25% van de mensen strategisch heeft gestemd. Dus om nu te denken dat de SP en de PVV helemaal dood zijn, dat zou echt een voorbarige conclusie zijn. De partijen zullen toch ook daar rekening mee moeten blijven houden met die twee stromingen. Ook nog onduidelijk is of ze het echt met z'n tweeën kunnen gaan doen. De partijen zijn niet erg aan elkaar gewend. Dus gaan ook heel veel stemmen op om het CDA als een soort oliemannetje in te schakelen. Dat heeft als bijkomend voordeel dat je dan ook een meerderheid hebt in de Eerste Kamer. Het is zeer de vraag of D66 mee wil doen in een coalitie waar ze getalsmatig niet echt nodig zijn. Dan hang je er toch een beetje bij en dan kan je waarschijnlijk niet echt heel veel je stempel drukken.